Vanaf mijn 4 jaar ben ik beginnen dansen. Om goed te zijn in ballet heb je vooral goede voeten nodig, zodat je hoog kan springen. Ook lenig zijn is heel handig. En je mag ook nooit opgeven, je moet veel doorzettingsvermogen hebben. Ik ga naar de Royal Ballet School in Londen. Mijn vrienden zitten nu allemaal hier nog op school. Dus ik heb wel een beetje geluk dat ik nog een week langer vakantie heb. Ik vertrek vrijdag deze week. Het is een van de top 3 beste dansscholen ter wereld. Of ja, dat vind ik. En ik ben heel trots dat ik daarbij mag dansen. Ik heb daarvoor 2 audities moeten doen. Toen ik het vertelde aan mijn vrienden, toen waren ze zo een beetje van wow, ik ga niet meer met hem in de klas zitten. Ik ga op internaat 3 weken, dan een weekendje thuis en dan nog en zo gaat het door. Het is zonder mijn ouders. Zij blijven hier in België. Ik denk dat zij het moeilijker gaan hebben dan ik. Maar hoe goed is het Engels van Milan? Hello, my name is Milan. Yep, I am 11 years old. I'm from Belgium. Mijn grootste droom is om af te studeren als professioneel danser. Hey, merci om deze video te kijken. En ik denk dat je deze ook wel leuk gaat vinden. Vergeet niet te liken en abonneren, hè.